Wij zitten hier nu op het Festival voor de Jeugd van Europa. Dit jaar is het dus een instrumentale uitgave. Normaal is het dus een afwisseling tussen instrumentaal en vocaal. Instrumentaal betekent dat gaat van Hafabra, dus harmonies van fanfares, brassbands, over kamermuziek, over percussie, over jazz, over strijkorkesten, over symfoonsorkesten. Talrijke categorieën waar iedereen kan meedoen, zolang als we maar onder de 25 jaar blijft. Mogen toch wel misschien wel fier zijn dat we dus een van de zeldzame festivals zijn voor de jeugd in Europa, die op die basis geconstrueerd is en die zo'n grote weerklank kent in Europa. We hebben dus toch een deelname weer al van 100 ensembles, komende uit meer dan 20 landen. En ook niet alleen Europese, maar zitten er nu ook een paar bij van Hongkong en van China. Here we go, one and two and... Dit is een uniek moment natuurlijk, het EMJ hier. Zoveel verschillende nationaliteiten samen. Ik denk dat zij een beetje verschieten van de muziek die we net gedaan hebben. En voor sommigen lijkt het echt een fantastische kennismaking. En sommigen kijken zo rond van waar zijn we? Het is multicultureel. We komen alle mogelijke mensen tegen uit andere verschillende culturen. Muziek heeft ook iets met cultuur te maken en ik denk wel dus dat het heel interessant is voor de muzikanten van bij ons kennis te maken met muzikanten uit China, uit India, uit alle mogelijke landen van de wereld. I'm Hannah, I'm from Dublin. I play the blues. I really like it. I enjoyed the celebration last night, the opening ceremony. It was good. I learned how to play with other people from different parts of the world. Ten eerste willen wij de jeugd stimuleren om muziek te maken, muziek te studeren. Anderzijds proberen wij de jeugd cultuur te laten uitwisselen, dat ze mekaars cultuur leren kennen en waarderen. Het is een festival voor de jeugd en dat willen we dus ook duidelijk beklemtonen. Het is geen competitie, het gaat hier allemaal niet om de beste te zijn. Het is gewoon een evaluatiefestival. En iedereen is hier welkom.